Welkom bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel. Mijn naam is Danny Friedman en ik heb vandaag een gesprek met Robert Scholten van de organisatie F-Secure. En met name over het thema security. Return on investment, maar met name ook de business case van cybersecurity, staat heel erg centraal in Nederland. En ik heb met Robert een gesprek over de toepassingen, met name bij zijn klanten. Robert, fijn dat je er bent. Dankjewel, Danny. Live in mij in de studio. Ja. Heerlijk om even met je gedachten te wisselen over een boeiend onderwerp. Zou jij je kort nog even kunnen voorstellen, Robert? Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Robert Scholden. Ik ben verantwoordelijk uh, binnen FSecure voor de Managed Detection and Response Unit. Fantastisch. Robert, voordat we even ingaan op die, dat thema van return investment en de business case, ja. toch nog even over de organisatie F Secure. Kan je me iets kort vertellen over die organisatie? Ja, tuurlijk, Danny. Uh, F Secure is een, uh, een antivirusfabrikant die is begonnen in 1988. En ja, bestaat eigenlijk uit meerdere componenten, zoals wij dat zeggen. Mm -hmm. Wij hebben een uh, consumententak, wat uh, wordt aangestuurd door onze operator business. Dus dan moet je denken aan uh, de KPN's, de Zigo's, ja. die internetbundels aan. Uh, ja, eigenlijk consumenten verkopen waar ook F Secure in zit. Uh -huh. uh, daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Die hebben we daar verstrekken wij, ja, ik noem dat platte producten, maar gewoon de, de, de traditionele business suites, antivirussuites. Uh -huh. Daar sluitend hebben we ook een service tak. Dus daar komen onze jongens uh, aan te pas van consultancy. Uh -huh. En uh, ja, tot, tot voor kort, tot een paar jaar geleden hebben wij. Uh, ook een Managed Detection and Response Unit daaraan ja. toegevoegd. En die uh, bestaat uit een deel services en een ja. deel technologie. Ja. Want die leid jij, Robert? Ja, voor de Benelux. Ja, fantastisch. Ja. Want, want een van de dingen natuurlijk die we willen bespreken hè, met name over het vraagstuk van de return investment voor Cybersecurity, maar voordat we daar komen, mm -hmm. wat doe jij exact binnen die tak binnen F-Secure? Nou, wat wij precies doen is eigenlijk dat. Uh, kijk, wat we weten binnen de markt is dat iedereen voorzien is van de basis. En de oh. basisstructuur, Danny, is, is: je hebt je antivirus ja. en je hebt uit het netwerk je firewall order en alle gateways, et cetera. En wat we hebben gezien is dat uh, er een hele evolutie heeft plaatsgevonden. Oh. Hè? Uh, we gaan steeds meer add-ons maken op bestaande producten. Oh. Maar waar de behoefte echt ligt, is, is een stukje service- en dienstverlening. Ja. Uh, dus men is echt gaan zoeken naar een oplossing: van ja, hoe kan ik nou de spullen die ik heb. Uh, beter opzetten, hoe kan ik er beter begeleiding bij krijgen? Ja, en dat hebben de fabrikanten eigenlijk ook wel een beetje in de smissen. Die hebben gezegd: van, jongens, daar moeten we wat mee doen. Ja. En ja, wij hebben de technologie, bouwen de technologie, ja. maar zien dus ook alle data tegelijkertijd. Ja, en daar kunnen we op acteren. Ja, interessant, hè? want, want heel interessant dat je dat als F-secure daar ook een prominente ja. rol in de markt hebt. Nou, heb je, je hebt een best wel een stellig onderwerp ook aan tafel meegebracht over. De return on investment van cybersecurity. En ja. met name ook, hè, wat, wat levert het nou die cybersecurity offers op? Waarom is dat nou een thema wat jij zo graag over het licht wil brengen? Nou ja, kijk, uh, cybersecurity is de afgelopen tijd steeds belangrijker geworden. Mm -hmm. uh, meer in de media naar voren gekomen Zeker. natuurlijk. Maar de essentie is dat uh, als onderneming uh, wil je ja, door blijven gaan. Juist. En als jij uh, niet goed inzichtelijk hebt. Wat, uh, wat jou de kop kan kosten, om het ja. maar even zo plat te ja. zeggen, ja, dan, dan wordt dat al vaak een probleem. Ja. En daar hebben ze zoiets van, ja, het is niet echt tastbaar wat wij doen. Mm -hmm. Maar ja, als je op een gegeven moment gaat kijken van, wat gebeurt er als ik een dag stil lig? Hè, wat, ja, wat, 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 wat gaat het mij kosten? Ja. ja, en heel veel ondernemingen worstelen daar een beetje mee. Maar stel dat het wel gebeurt, ja, dan... dan, dan kan het zomaar een bedrijf jaren kosten om weer terug te trappelen? Ja. ja. En daar helpen wij bij. Dus ja. wij helpen dat inzichtelijk te maken ja. zeg maar voor een klant. En ik ja. vind dat ook wel een beetje de job van een security bedrijf om iemand gewoon goed en bewust te maken van het feit van ja, als jij zometeen niet meer uh, kan opereren, dan, dan, dan uh, ja, kost het je dat x en wij, en wij leveren ja. dit hiervoor terug. Ja. ja. Dat is natuurlijk een heel relevant onderwerp, want de afgelopen jaar, met name ook in Nederland, hebben we onder andere gezien dat in Ikea en in VDL zijn geraakt door ransomware ja. aanvallen. Dan toch even, want Robert, dit is een heel actueel thema wat speelt. Merk je dan ook dat dat gesprek, want je voert een heel ander gesprek ja, van het f met bedrijven, dat hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Hoe, hoe wordt dat omarmd, ook door jouw klanten? Uh, nou, die vinden ik heel prettig juist. Want, want je gaat uh, iets breder kijken met een klant. Hè, uh, het is niet alleen maar, wat ik al zei, een plat product wat je verkoopt. En uh, we zien je over drie jaar bij wijze van spreken mm -hmm. weer. Nee, dit is echt een partnership waar wij uh, op zoek naar zijn. En, en dat ja, realiseer je alleen maar om goed te begrijpen hoe werkt zo'n organisatie. Ja. En uit welke componenten bestaat dat, of facetten bestaat ja. dat? En, en wat gebeurt er als daar een, een link uitvalt? En, en ja, wat krijg je daarvoor terug? En heb je de resources in huis om dat goed op te pakken? Dus je hebt hele andere gesprekken. Ja. Ja, maar met eigenlijk klant neem je ze aan. bijna mee in een soort, soort matrix van keuzes. Hè? Ne ja. eigenlijk neem je je klant echt mee aan de hand. Ja. wat ik denk, ik van me voorstellen dat klanten daar heel erg op zitten te wachten, ook in deze tijden. Uh, nee. Ja, uh, ook met adoptie natuurlijk en de, de, de snelheid van cloud ja. waar we mee te maken ja. hebben. Uh, we zien die transitie steeds meer gebeuren. Uh, ja, denk aan Microsoft alleen al. Ja. Ik bedoel, heel veel bedrijven stappen weg van, van traditionele uh, oplossingen, gaan richting de Microsoft mm -hmm. uh, focus. Mm -hmm. Maar dat brengt ook weer uitdagingen met zich mee. En dan is het fijn om een gesprekspartner te hebben Juist. die daar ja, Toch snapt welke uitdaging je zometeen tegenkomt, of al bent tegengekomen. Ja. Ja. Nou, Robert, we doen dit gesprek ook in het licht van Dutch Teach Channel. Hè? De ja. kijkers en luisteraars hebben hier ook een podcast van. En ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat Dutch Teach Channel kijkers en luisteraars ook heel erg op zoek zijn van: nou, oké, okay Danny, oké, okay Robert, maar hoe zit dan jullie go-to-market-strategie eruit? Dat denk ik het terechte vraag. Nou, ja, leuk dat je daarover begint, Danny. Ja, wij werken in principe direct. Uh, dus, dus binnen F-Secure, uh, wat ik al in het begin zei, hè, we bestaan uit meerdere onderdelen. Uh -huh. Voor onze traditionele producten gebruiken wij het kanaal. Uh -huh. Maar uh, voor onze servicedienst, die wij leveren op Managed Detection and Response, ja, die gaat direct. Uh -huh. uh, maar dat neemt niet weg dat wij voorbeelden hebben waar wij een traditionele reseller hebben, die ons product zeg maar, verkoopt, maar waar ook gewoon een referral aan vasthangt ja. voor de service. Ja. En ja, ik denk dat door middel dat wij heel veel klanten ook spreken voor meerdere zaken, dat wij ook weer die jongens weer heel goed bij ons channel kunnen ja. leiden voor, voor andere uh, oplossingen. Oplossing, ja. ja, je zorgt een soort ecosysteem, ja. zeg maar. Ja. Ja. En is dan, hè, want we hebben het een afgelopen jaar ook. Heel veel gehad over een trend die heette Managed Cybersecurity. Ja. Wat, wat ongetwijfeld ook, denk ik, ergens op jouw agenda staat. Is zo'n zo thema ook dominant aanwezig in jouw agenda voor de komende jaren, Robert? Jazeker. Ik denk dat uh, alle, alle uh, traditionele antivirusspelers uh -huh. steeds meer hierop gaan leunen. Want uh, managed cybersecurity service. Ja. We hebben gezien dat dat vanuit het uh, uh, kanaal toch best wel een, een, lastig, een lastige topic is. Mm -hmm. uh, neem niet weg dat je een aantal succesvolle partijen hebt. Alleen ja, het, het, het is en blijft specialisme. Ja. Dus de fabrikant kan, ja, die ziet dat ook en die wil eigenlijk wat meer naar voren treden om daar zelf uh, mee aan de slag te gaan. Ik denk wel dat we naar een soort white label constructie ja. gaan in de ja. toekomst met z'n allen. Ja. ...waarin de fabrikant een hele grote rol gaat spelen voor het kanaal... ...om daar ondersteunend te zijn richting een klant en, en daardoor ja, eigenlijk als een soort spin in het web gaat ja, functioneren. Ja. 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 Want, is, want is dat ook de positie die FC Curse zou willen innemen bij haar klant? Als spin in het web of, ja, dat is of wel... meer als Robert uh, ik, ik, ik denk een combinatie van. Ja. Ja. Ja, mooi, want dat is eigenlijk waar je natuurlijk wil ja. zijn. Ook om die waardepositie van klanten natuurlijk te vertegenwoordigen. Robert, even toch naar het nu. Hè? Want we komen, we komen uit een hele lastige periode in Nederland en ook in de wereld. Ja. Pandemie twee jaar. En wat we natuurlijk ook hebben gezien is natuurlijk dat het endpoint van kantoor naar huis is verplaatst. Ja. Ik ga toch eerlijk aan je vragen. Heb jij daardoor ook de afgelopen twee jaar een... Groei gezien in jouw MDR-portfolio en ben je daarop gaan accelereren? Uh, nou ja, exact. Ja. Zeker. We ja. hebben een hele grote groei daarin gezien. Want uh, van de traditionele werkplek naar uh, thuiswerken, continu maar uh, moeten kunnen beschikken over de data die jij nodig hebt om, om uh, te kunnen werken. Betekent ook weer uitdagingen. Ja. En uitdagingen zijn dat je achter een, uh, ja, een thuisnetwerk zit en vaak gewoon ja, wat minder beveiligd, beveiligd. bent dan. Ja. En je hebt natuurlijk weer met laptops te maken. Ja. Uh, ook home devices, maar ja je ziet gewoon dat dat, uh, dat, dat zeker uitdaging met zich meebrengt. En, en ja, we hebben ook gezien dat er een hele grote groei is geweest van aanvallen. Uh, Pak Rensen maar als voorbeeld. Ja. En ja, dat zorgt er ook voor dat een organisatie, uh, die gaan ook niet meer terug zometeen, denk nee. ik, maar we gaan wel naar een soort hybride vorm. Ja. Uh, dus dat en thuiswerken, thuiswerken. en, en, en ja. op de zaak voor het sociale. Maar dat neemt wel mee dat een bedrijf goed moet gaan nadenken, oké, okay, ik heb een flexibele speler. Mm. Die endpoint is voornamelijk dynamisch. Kijk, kijk, het netwerk is vrij statisch, zeg ja. ik altijd. Het staat en het, het doet wat moet doen. Maar het begint bij die gebruiker, die ja. gaat alle kanten op. Dus ik voorzie, als het gaat om trends, dat, dat awareness binnen ja. security... bijvoorbeeld echt uh, nog meer een rol gaat ja. spelen. Maar überhaupt uh, werkplek weer. Ja. Uh, alle, alle applicaties die daarbij komen kijken. De bewustwording van de gebruiker, oh. hoe die daarmee omgaat. Uh, en zowel binnen, binnen cybersecurity. Ja. Ja. Je spreekt het ook vanuit je doel ook veel met eindgebruikers, Robert. Ja. Toch eerlijk, merk je gewoon dat de eindgebruiker ook een fase van puberteit, volwassenheid, doormaakt op dit moment? Ja, ja we, waar we een aantal jaar geleden gewoon... Uh, ja, de volwassenheid was er gewoon niet. Nee. Is nu is de awareness er wel en begint die volwassenheid er te komen. Dus, dus bedrijven beginnen echt strategisch te kijken voor langer termijn... van hoe kan ik mijn cybersecurity-postuur ja. verbeteren? Waar liggen de uitdagingen? Welke specialisten ga ik daarvoor aantrekken? Dus ja, wij zien dat wel. Ja. Ja. Je hebt ook een ongelooflijk mooi momentum ook, met jouw rol als business unit manager. Ja. Waar zou jij graag over drie tot vijf jaar staan met je afdeling? Nou ja, uh, goede vraag, Denny. Waar zou ik willen staan? Ja, uh, ik, ik denk dat de, de toename van cloud, mm -hmm. ik denk dat daar steeds meer focus op gelegd gaat worden, ook uh, vanuit de consultancykant. Dus wat ik graag zou willen zien, is dat we ons meer gaan specialiseren op het uh, herinrichten of het uh, verbeteren van bepaalde structuren ja. in de cloud. En echt als adviserende partij gaan optreden daarin. Gaaf. Maar goed, volgens ja. mij sta je aan het begin van een ongelofelijke groei. Ja. Dus dat volgens mij is zeker. dat ook makkelijk ja. materiaal. Heeft tot slot nog even kijken naar de tijd. 2022 is net gestart. Ja. Waar kijk jij het meest naar uit dit jaar? Uh, dat we eigenlijk weer eens aan tafel kunnen zitten ja, met elkaar. Zoals nu. wij dat nu doen. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik heb dat echt gemist. Het is ook een beetje een, uh, een rare tijd voor iedereen geweest. Maar ik denk dat dat persoonlijke contact. Ja. Dat, dat, ja, dat, daar kijk ik echt weer ik naar. Zie, uit. Ik zie jou ja. glimlachen. Ja. En volgens mij zitten ook het moment in de tijd. ook in het jaar dat dat weer mogelijk maakt. Ja. Volgens mij gaan we dat ja. ook op het hopen, gebeuren, ja. ja. <laughs> Robert Scholten van FCCUR. Fijn dat je hier weer vandaag was. Dankjewel. Ik vind het fijn om je nog een keer terug te hebben in de studio. Ja, super. Robert Scholten van de organisatie FCUR stond uiteraard stil bij zijn rol als business unit manager van de MDR-tak binnen F-Secure. Denk ik een hele relevante business unit, omdat het gebied rondom cyber, cyberware en ransomware in Nederland toeneemt. Hij stond uiteraard ook stil bij de propositie van F-Secure breed en hun go-to-market-strategie. Ze gaan rechtstreeks. Hoe gaaf is het dat we even stil stonden, ook bij de ontwikkeling van zijn organisatie, ook naar de toekomst toe. Ik kreeg een glimlach van hem over waar hij wil staan over zijn toekomst. De thought leader in dit domein. Ik ga hem zeker volgen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.